Mijnheer de rector magnificus, geacht faculteitsbestuur, raden van bestuur van het Nederlands Kankerinstituut, Antonie van Leeuwenhoek en van het Leids Universitair Medisch Centrum, hooggeleerde leden van het curatorium van deze bijzondere leerstoel, geliefde toehoorders, al jaren ben ik bezig om vrouwen met borstkanker beter te helpen. En vandaag krijg ik de kans met mijn bijzondere leerstoel om deze missie nog beter na te jagen. Waarom? Omdat er nog een wereld te winnen is om te veel of niet effectief behandelen tegen te gaan. En in deze oratie ga ik laten zien hoe. En niet alleen hoe, maar ook wat dat van mij samen van, maar ook van u vraagt. Want alleen kan ik het zeker niet. Ik zal u eerst aan de hand van twee patiënten laten zien wanneer bij borstkanker minder wel eens meer zou kunnen zijn. Allereerst mevrouw Precoeur van 54 jaar. Ze was al twee keer naar het bevolkingsonderzoek voor borstkanker geweest en er was toen niets afwijkends gevonden. Maar nu wordt ze onaangenaam verrast. Er worden in de rechterborst kleine verkalkingen gezien. Stijf van de zenuwen wacht ze op wat komen gaat. In het ziekenhuis wordt met een holle naald een klein beetje van het afwijkende weefsel, zogenaamd een biopt, verkregen. En het blijkt ductaal carcinoom in situ te zijn, afgekort DESIS. DESIS bestaat uit abnormale cellen die ongecontroleerd kunnen delen in de melkgangetjes van de borstklier. In Nederland wordt dat bij ongeveer bijna 2500 vrouwen gevonden. Meestal via het bevolkingsonderzoek, soms vanwege klachten. DESIS kan overgaan tot invasie. Dat betekent dat het dan het borstweefsel binnendringt. Pas dan is sprake van borstkanker, oftewel mammacarcinoom.
Om dat voor te zijn, worden eigenlijk alle vrouwen met desis behandeld. Of door de hele borst te amputeren, wat bij mevrouw Prekeur gebeurde. Of door alleen het borstweefsel waarin desis zit te verwijderen en daarna de rest van de borst te bestralen. Heel ingrijpend dus. Zeker als u zich bedenkt dat desis in ongeveer 3 van de 4 gevallen nooit borstkanker zal worden. Om die reden begon ik het ronduit frustrerend te vinden als ik desis onder de microscoop zag. Moeten we daarvoor altijd opereren en vaak ook bestralen? Kunnen we nou echt niet het onderscheid maken tussen desis dat uiteindelijk wel of juist niet borstkanker wordt? Daar wilde ik werk van gaan maken. Hoe mooi zou het zijn als ik kan helpen wereldwijd 10.000 vrouwen per jaar de last van een onnodige behandeling te besparen als we erachter komen wanneer desis eigenlijk helemaal geen kwaad kan. Want, dat zal duidelijk zijn, ik wil het goede doen, niet het onnodige. Toen ik nog een 22-jarige snotaap was, heb ik de eed van Hippocrates afgelegd. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En die eed, tja, die was voor mij toen nog niet zo geladen. Ik had vooral zin in het feestje die avond op de Aquamarijnstraat 655, mijn studentenhuis in Groningen. Zin in de zomervakantie, met vrienden, zin in het leven. En die eed, primum nil nocere, first do no harm, daar dacht ik nog niet echt over na. Maar door de jaren heen hebben die woorden voor mij steeds meer betekenis gekregen en het leven heeft nog meer zin gekregen. Mijn tweede voorbeeld betreft mevrouw Adeno van 56 jaar. Zelf had ze een tumor in haar linkerborst gevoeld. Overigens, deze namen die heb ik verzonnen vanwege de privacy regulations. En mevrouw Adeno is echt ontzettend bang. Ik heb het vast ook. Borstkanker. In het ziekenhuis wordt haar angst bevestigd. Inderdaad, het is borstkanker. En mevrouw Adeno is niet de enige. In Nederland kregen in 2018 bijna 15.000 vrouwen en 120 mannen te horen dat ze borstkanker hadden. Bij mevrouw Adeno wordt besloten om alleen het weefsel met de tumor te verwijderen, waarna de borst nog wordt bestraald. Ook wordt heel gericht de lymfklier verwijderd, die als eerste het lymfvocht uit de tumor opvangt. Als de borstkanker uitzaait, komen de uitgezaaide tumorcellen, de kankercellen, als eerste in deze lymfklier. Dat noemen we de poortwachtersklier. De patholoog meldt, zo iemand als ik bijvoorbeeld, dat het een veel voorkomend type borstkanker is, met een doorsnee van 2,8 centimeter. De tumor lijkt niet al te agressief, maar is ook niet heel sloom. Matig gedifferentieerd noemen we dat. De groei van deze tumor wordt waarschijnlijk door het hormoon oestrogeen gestimuleerd. En helaas is in die poortwachtersklier ook een kleine uitzaaiing van 1 millimeter aanwezig. Verder blijken in een aanvullende test ongeveer 30% van de tumorcellen paraat om te delen. En in nog een aanvullende test, ik noem hem hier expliciet, de mammaprint, is de uitslag net aan de ongunstige kant. Dus dat betekent een iets hoger risico dat het niet goed zou kunnen aflopen. Alles overziend wordt besloten bij mevrouw Adeno de stimulatie door oestrogeen te remmen en daarnaast ook nog chemotherapie te geven. Nu even rekenen. Stel, we hebben 100 vrouwen van dezelfde leeftijd met precies zo'n tumor en zo'n kleine uitzaaiing in de poortwachtersklier. Deze vrouwen krijgen heel vaak allemaal hormonale behandeling, dus remmen van die oestrogeenstimulatie. En heel vaak ook chemotherapie. Hoe vergaat het dan deze vrouwen na zo'n 10 jaar? Dan zijn er helaas 6 overleden aan hele andere oorzaken. Het zijn gemiddelde cijfers. En ongeveer 8 aan die borstkanker, ondanks de behandeling. Als we geen chemo gegeven zouden hebben, dan waren in plaats van 8 er ongeveer 13 vrouwen overleden aan die borstkanker. Dat betekent dat je 5 levens spaart. En dat is pure winst. Puur omdat elk leven telt.
Maar als je het gaat omdenken, dan betekent het ook in dit geval dat 95 van die 100 vrouwen ADNO helemaal niet echt baat hebben bij die chemo. En u weet vast wel van uzelf of uit uw omgeving dat chemo geen paracetamolletje is. U voelt wel, dit zijn twee ongemakkelijke waarheden. Bij mevrouw Preker een kans van 75% dat amputatie onnodig was. En bij mevrouw ADNO 95% dat chemo onnodig was. En natuurlijk weet ik drommels goed dat voor vrouwen met nog bedreigender varianten van borstkanker misschien wel 30 van de 100 het leven door chemo gespaard kunnen worden. Ik ga daar even niet op in, maar wat dat ook duidelijk maakt is dat 70 van die 100 blijkbaar niet direct baat hebben van die chemo, maar wel de lasten. En dat frustreert mij. Ook al doen we het met de beste kennis van nu, met de beste bedoelingen, met de grootst mogelijke betrokkenheid. En natuurlijk willen we niemand iets tekort doen, maar we willen vooral precies weten wie het echt nodig heeft en wat diegene dan nodig heeft. En zover zijn we nog lang niet. Wat mij betreft, en ik hoop ook wat u betreft, is de urgentie kraakhelder. Een wereld te winnen dus, omdat minder wel eens meer kan zijn. Hoe kan ik, als patholoog, samen met u, onderzoekers, medici, toehoorders en bovenal samen met patiënten dat beter doen? Voordat we daar dieper op ingaan, is het belangrijk ons eerst te verbazen over het normale. Wij zijn allemaal begonnen als één enkele cel. Volgroeid bestaan we uit tientallen biljoenen cellen. 1 biljoen, dat is een 1 met 12 nullen. Stel dat van 1 individu elke cel een persoon zou zijn en dat die zogenaamde personen zich zouden verdelen over het hele aardoppervlak, inclusief de oceanen en andere wateren, dan staan er op elke vierkante meter ruim meer dan 10 personen. Dat is pas echt een krappe receptie. En dan te bedenken dat u in de tijd dat u hier zit, ongeveer een uur, misschien sommigen van u anderhalf uur, maar in een uur 2 miljard nieuwe cellen maakt. Als we dan verder inzoomen op die cel, dan vinden we daar heel vaak een celkern met DNA, ons erfelijk materiaal. Het is opgebouwd uit een reeks van, bij benadering, 6 miljard bouwstenen. En die bouwstenen noemen we A, C, G en T. In ons DNA zijn er tienduizenden codes, onze genen, voor de aanmaak van alle eiwitten. Voor elke functie in de cel zijn 1 of meerdere eiwitten nodig. Daarbij is er ook nog oneindig veel, bijna oneindig veel, communicatie tussen die functies. Een telefooncentrale is er echt niks bij. Bij de aanmaak van nieuwe cellen wordt het DNA gekopieerd. Daarin treden fouten op. 1 tikfoutje per, nou wat zal het zijn, 10 miljoen uiteindelijk. 1 tikfoutje per 600.000, wie zal het zeggen. Maar niemand van ons zal ooit zo'n hoogwaardig typdiploma kunnen halen. Gelukkig worden vrijwel altijd die tikfoutjes snel weer gerepareerd, zodat de gemiddelde mens daar prima, in het algemeen, 80 jaar of meer mee kan leven. Soms worden die tikfouten niet hersteld. En dan ontstaan er dus mutaties die blijvend zijn. En dit kan leiden tot verkeerde instructies voor het produceren van die eiwitten waar ik het over had. Heb je dan gelijk kanker? Nee, zeker niet. Voordat een ontspoorde cel uiteindelijk een levensbedreigende kanker kan worden, moeten deze cellen onder andere ongebreideld kunnen delen, het omliggende weefsel kunnen binnendringen, kunnen uitzaaien, al die tijd aan ons afweer kunnen ontsnappen en nog veel meer. En voor al die kenmerken is er weer een ander gespecialiseerd gereedschap vereist. Niet elke ontspoorde cel heeft dat in huis. Cellen moeten dus aan heel veel voorwaarden voldoen om succesvol te solliciteren naar de baan van een levensbedreigende ziekte. De ziekte die wij kanker noemen.
Hoe stellen we dan vast of abnormale cellen een levensbedreigende kanker kunnen worden? Hoe probeer ik als alledaags patholoog erachter te komen wie te behandelen en, als dat nodig is, hoe dan te behandelen? Daarvoor doen we in de dagelijkse praktijk vooral celonderzoek en weefselonderzoek. We kijken naar hoe het eruit ziet, naar de morfologie, soms aangevuld met wat extra tests. Op basis daarvan stellen wij de diagnose. Toch kent deze benadering een hele fundamentele beperking. Ik probeer dat met een beeld duidelijk te maken. En als u de krant hebt gelezen, dan weet u welk beeld ik daarvoor ga gebruiken. Stel, in diezelfde krant ziet u een foto van een man die ongeveer een meter boven de grond zweeft, horizontaal. Eén been een beetje onhandig in de lucht, het andere been bengelt een beetje naar beneden. Wat gebeurt hier? In de foto helemaal niks. Het is namelijk een tweedimensionale momentopname. Alle dynamiek is eruit gehaald. Maar de kenner herkent hem meteen. Het is Luc de Jong die met een omhaal probeert te scoren. Dit seizoen, afgelopen seizoen, lukte dat wonderschoon één keer. En de kenner weet wanneer. Het was tegen Heerenveen. In november 2018. Google maar op omhaal Luc de Jong. Was het genoeg? Toen de tijd konden we daaruit voorspellen of het genoeg was voor het kampioenschap. We weten nu het antwoord. De foto zelf, ik ben Feyenoord fan by the way, maar goed. De foto zelf is dus gefixeerd. Een momentopname in twee dimensies van iets dat heel dynamisch, driedimensionaal en een functie van de tijd was. Om het hele beeld in perspectief te zien, hebben we veel meer informatie nodig. De dagelijkse praktijk van de mammapathologie, de ziekteleer van de borst, is niet veel anders. We kijken naar de morfologie van weefsel dat op sterk water is gefixeerd en daarna in hele dunne plakjes is gesneden. Dus ook een tweedimensionaal beeld waarin de tijd is weer stilgezet. Wat betekent dat? Wegdynamiek, weginformatie die nauwkeurig kan voorspellen welke kant het op zal gaan. Toegegeven, pathologen zijn in het algemeen best wel heel goed in het bepalen of iets kwaadaardig is of niet. Maar als we iets moeten zeggen of borstkanker kan gaan uitzaaien of andere dingen kan gaan doen, dan wordt het al veel lastiger. Want het lukt ons nog niet voldoende dat soort informatie te ontfutselen aan de tumor. Zo nauwkeurig zijn onze inschattingen vaak niet, hoe we ook ons best doen. Gefixeerde pathologie is als zodanig in zeer beperkte mate een weergave van de onderliggende biologie. Natuurlijk moet je goed naar die koepels kijken, maar je moet ook onder de motorkap kijken. Slechts een enkele test, en ik noem weer heel even de mammaprint, schoorvoetend in het Leidse, kan bij een deel van de vrouwen met borstkanker wellicht iets helpen om te beslissen of chemotherapie voldoende baat heeft. Maar dat is niet goed genoeg, omdat we nog steeds veel vrouwen behandelen met chemotherapie om slechts voor enkele vrouwen te voorkomen dat ze sterven aan borstkanker. Natuurlijk wil je dat graag voorkomen. Ik voel me daarom regelmatig een koffiedikkijker als ik moet voorspellen of een bepaalde behandeling effect zou kunnen hebben. Dat vind ik echt veel te vaag. Hoe komen we erachter of het terecht was dat mevrouw Preker een borstamputatie moest ondergaan om erger te voorkomen? Of dat mevrouw Adeno behoorde tot die 5 van de 100 vrouwen die wel gered zijn door de chemo? Mijn aanstelling als bijzonder hoogleraar al hier biedt volop kansen om samen met u 3 belangrijke stappen voorwaarts te zetten om te bepalen hoe en wanneer minder meer is. En dan heb ik 3 punten. En degene die weten dat mijn vader predikant was, die vinden dat misschien grappig, dat ik met 3 punten kom. De eerste stap is zoom in. De tweede is zoom uit. En de derde is werk grenzeloos samen. Ik ga toelichten. Na een slokje water. Inzoomen? Jazeker. Willen weten hoe het zit. De diepte in.
Wat bepaalt uiteindelijk of Desis ooit borstkanker wordt? Wat bepaalt of borstkanker wel of niet gevoelig is voor chemo of andere behandelingen? Of het zin heeft om een behandeling te geven? Ik wil dat, samen met u natuurlijk, veel accurater leren voorspellen. Vergelijk het met een auto. Ik ben niet een autoliefhebber, maar ik kan wel zien dat een auto kan rijden. Ik kijk naar die auto en dat is de morfologie. Maar je weet niets over het vermogen van de motor. Niets over de maximumsnelheid, hoeveel brandstof er in de tank zit, wat de route is. Ook al is het een Ferrari met een lege tank en geen tankstation in de buurt, kom je er echt niet ver mee. Terwijl een lelijk eendje met de tank vol prima naar Parijs kan rijden, zij het een stukje trager. Je zult echt op de metertjes, de routeplanner en de motor moeten kijken om te kijken welk doel je kan behalen. Bij Desis en borstkanker moeten u en ik ook meer binnenin kijken. Veel meer relevante informatie uit de afwijking zien te peuteren. Wat is de stand van de metertjes? Hoe snel delen de cellen? Welke mutaties zijn daarbij betrokken? Wat bepaalt hoe goed de tumorcellen in staat zijn om het omliggende weefsel binnen te dringen? Hoe goed zijn ze in het uitzaaien? Hoe fopt de tumor de afweer? Hoe wordt de tumorcel onafhankelijk van de vele ingebouwde controlemechanismen die proberen te voorkomen dat het gierend uit de bocht vliegt? Al die kenmerken van kanker worden wel de hallmarks of cancer genoemd. Hoe komen we erachter in welke mate die kenmerken een rol spelen bij het ontstaan van Desis en borstkanker en in welke mate ze een rol spelen bij het verder groeien van een tumor dan wel het uitzaaien van een tumor, zodat het daadwerkelijk een dodelijke ziekte kan worden? En hoe kunnen we dat dan voor zijn? Hoe kunnen we zo heel doelgericht kankercellen het leven onmogelijk maken, zodat we veel effectiever kunnen behandelen? We lopen daarin nog tegen twee beperkingen aan. De eerste beperking is dat we in veel gevallen onzeker zijn hoe een tumor zich zal ontwikkelen en al helemaal weinig idee hebben of de behandeling effectief zal zijn. Opvallend genoeg weten we namelijk bitter weinig over hoe die kenmerken in onderlinge samenhang het gedrag van de tumor en de gevoeligheid voor behandeling bepalen. De tweede beperking is dat we uitspraken over het tumorgedrag en de gevoeligheid voor de behandeling veelal baseren op gefixeerd weefsel dat vooraf aan de behandeling is verkregen. Maar gezien het lange tijdsbestek tussen diagnose en de uitkomst na de behandeling is het geen verrassing dat het heel vaak niet zo goed werkt om met vroege informatie het verloop verderop goed te kunnen voorspellen. Bram Thijssen, hij is hier ook aanwezig, kan hem alle vragen hierover stellen, is begonnen deze beperkingen aan te pakken. Daarbij kijkt hij naar meerdere factoren in onderlinge samenhang. Die onderlinge samenhang is daarin essentieel. En hoe deze veranderen tijdens behandeling. Daarvoor hebben we wel biopten nodig die tijdens de behandeling genomen worden. Ook al realiseer ik mij terdege dat dit echt belastend kan zijn voor de patiënt. Of belastend is voor de patiënt. Toch is het essentieel om het effect van een bepaalde behandeling op al die hallmarks of cancer vast te stellen en zo de effectiviteit van een bepaalde behandeling beter te bepalen. Het is mijn ambitie om zo uiteindelijk de precisie van onze voorspellingen wanneer behandeling nodig is, wanneer behandeling werkt of niet, revolutionair te verbeteren. Laten we ons als pathologen steeds afvragen hoe we het over 2 tot 5 jaar beter kunnen doen. Wat hebben we nodig? Wie hebben we nodig? Welke innovaties helpen ons daarbij verder? Ik denk dat we dat wel eens te veel hebben laten liggen. Door allerlei oorzaken. Door gebrek aan tijd, geld, expertise, menskracht. Dat zijn de usual suspects. Maar misschien ook wel door gebrek aan visie. Omdat ad hoc vaak zegeviert over de toekomst. Laten we verder kijken dan de morfologie en wat aanvullende tests alleen. Maar laten we dieper durven gaan. Dat het kan, is ook te zien.
Recent is het WHITE-project in het NKI-AVL gestart, waarin DNA-afwijkingen in verschillende soorten kankers in detail worden geanalyseerd en gekoppeld zullen worden aan hoe het een bepaalde patiënt vergaat. Het is een ontzettend belangrijke eerste stap om te komen van die gefixeerde patologie naar meer functionele patologie. Laten we daarin ook veel meer werk maken van kunstmatige intelligentie. Ik bedoel dan, eenvoudig gezegd, de computeralgoritmes die in staat zijn om complexe gegevens en beelden goed te interpreteren op een uiterst betrouwbare en informatieve manier. Zoals bekend heeft ons eigen beoordelingsvermogen zo zijn beperkingen en de verzamelingen aan gegevens, dunne plakjes weefsels, tests, foto's en scans wordt steeds ingewikkelder en omvangrijker. Wat mij betreft dienen pathologen als de wiedeweerga in de frontlinie van deze ontwikkeling het verschil te maken. En dan alsjeblieft geen gefragmenteerde aanpak, maar volop in samenwerking met hen die daar het allerbeste in zijn. Met mijn leerstoel zou ik mij daar dolgraag voor willen inzetten. En als we op deze manier hebben ingezoomd, gaan we veel beter snappen hoe het werkt en leren wat niet werkt. Daarna is het ook zaak om verder te kijken dan onze eigen achtertuin diep en breed is. Uitzoomen dus. Zo kunnen we de simpele diagnose DASIS niet loszien van bijvoorbeeld hoe vaak het voorkomt. Denk aan de epidemiologie, wat erfelijke aanleg ermee te maken heeft en wat de rol is van de dichtheid van het borstweefsel, zoals we dat op de borstfoto zien. Daarbij gaat het om kansen in perspectief plaatsen. Nu is het geen verrassing dat we als mensen daar fenomenaal slecht in zijn. Wij laten ons snel op het verkeerde been zetten als het gaat om het afwegen van kansen en risico's. Zo kan je zomaar aan de haal gaan met de resultaten van Lotte Elsoff. De resultaten waren prima en veelzeggend, maar zij vond, en dat was de verwarring, zij vond namelijk dat vrouwen die voor DASIS werden behandeld net ietsje pietje langer leefden dan vrouwen bij wie nooit DASIS was gevonden. Rara, hoe kan dat? We kunnen er een quiz van maken, maar ik ga het u verklappen. Maar je zou in eerste instantie dan gaan hopen dat bij jou ook DASIS wordt gevonden, omdat je dan ietsje pietje langer leeft. En dat lijkt me niet een hele bevredigende conclusie. Wat zou dan wel de verklaring kunnen zijn? We hebben het daar uitgebreid over gehad. En het zou zomaar kunnen zijn dat vrouwen die naar de screening kunnen komen in het algemeen net iets gezonder zijn. Ze gaan de 8 treden van de screeningsbus bij het Oegstgeester winkelcentrum Langevoort relatief kwiek op en neer om een borstfoto te laten maken. Dat is echt anders voor vrouwen die bedlegerig zijn of voor hun mobiliteit zijn aangewezen op rolstoel, rollator of scootmobiel. De kans om te overlijden door de aandoening waardoor je niet mobiel bent, is dan duidelijk groter. En daar komt bij dat we heel goed weten dat de kans om te overlijden aan een wat slaperige DASIS-afwijking of DASIS-afwijking in het algemeen heel, heel erg klein is. Zou het dan misschien niet meer zijn als je vrouwen met kleine verkalkingen die je vindt bij het bevolkingsonderzoek gewoon niet doorverwijst? Of is dat een knuppel in een hoenderhok? Het blijft een lastig dilemma. Wat zijn je kansen? Wat je risico's? Want laten we eerlijk zijn. De westerse mens, wij laten zomaar superkleine kansen grote leeuwen en beren op onze levensweg worden. Ikzelf heb dat nooit goed geleerd. Kansen in perspectief plaatsen. Ik ben ook Feyenoord-fan. Ik moet bekennen dat ik destijds de geneeskundeopleiding daarin nogal eenzijdig en ook wel geestdodend vond. Je leerde welke symptomen bij welke ziektes horen en welke ziekte welke symptomen geeft. En wat je dan moet doen aan diagnostiek en aan behandeling. En ik kijk speciaal naar jullie, want jullie doen nu de geneeskundeopleiding. En ik zou jullie willen uitdagen, studenten, om niet klakkeloos maar kennis te absorberen, maar alles kritisch tegen het licht te houden, wat uw leermeesters u wijs proberen te maken. Alleen dan zult u het later beter doen dan wij nu.
Alleen dan is er een kans dat u leert wanneer minder wel eens meer zou kunnen zijn. Want voor je het weet is er sprake van te veel behandeling, het zekere voor het onzekere. Dat geldt ook voor het kiezen voor chemo bij borstkanker. Want laten we wel wezen, chemo, het heeft natuurlijk een grotere kans op genezing, maar we hebben ook te maken met langetermijneffecten van chemo. Zoals vermoeidheid, concentratie, angst en gevoelstoornissen. Bij zeker 1/3 van de vrouwen die ooit chemo heeft gehad. Ik ben in dat opzicht onder de indruk van Borstkankervereniging Nederland, Pink Ribbon en andere patiëntenorganisaties, waar ze absoluut oog hebben dat het niet alleen gaat om of je geneest, maar ook om hoe je geneest. Ik zou iedereen, inclusief mijzelf, willen oproepen om ook naar die andere kant van de medaille te durven blijven kijken, door preciezer te leren wat het te verwachten voordeel is in de context van de verwachte lasten. Hoeveel mensen je moet behandelen om het slechts bij 1 effect te laten hebben? Waar ligt dan de balans tussen te veel en te weinig behandeling? Wat mij betreft speelt diagnostiek daarin een sleutelrol en kan nooit losgezien worden van de impact op de behandeling en daarmee de impact op de kwaliteit van leven. En daarom moeten ook de pathologen, wij pathologen, goed tot ons door laten dringen dat het preciezer moet. Hoe eerder, hoe beter. En als we dan de ambitie hebben overbehandeling te voorkomen en borstkankersterfte te minimaliseren, dan komt het aan op teamwerk. Dat begint met een open overleg tussen zeer betrokken deskundigen, een absoluut vereiste om topzorg te leveren. Daarin kan de toegevoegde waarde van onder andere jullie verpleegkundige specialisten, physician assistants en al die mensen die de benen uit hun lijf rennen om het allemaal voor elkaar te krijgen, niet makkelijk overschat worden. Jullie zijn de motor en de smeerolie in ons multidisciplinaire team. Zeker nu steeds meer vrouwen zich aan onze zorg toevertrouwen. Laten we samen onze ambitie waarmaken. Innovatieve topzorg voor elke vrouw met een al dan niet kwaadaardige afwijking van de borst. Of het nu DASIS is, borstkanker of iets anders. Inmiddels ben ik blij u te kunnen melden dat ik ook van harte deelneem aan een dergelijk overleg in het LUMC, samen met de ziekenhuizen uit de regio. Ik ben enthousiast over de pogingen hier om minder meer te laten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de top trial, geleid door Gerrit-Jan Lievers. Ik ben enthousiast over de mogelijkheden die we hier krijgen om de borstkankerzorg naar een hoger plan te tillen. En dan wat betreft de samenwerking, als het gaat om de vertaling van het lab naar de patiëntenzorg. Samenwerking van experts, tussen experts van diverse komaf, is absoluut noodzakelijk. Want een echte expert kent zijn beperkingen en ziet ze juist als een kans voor samenwerking. Vergeet niet dat resultaten van experimenten met cellen en proefdieren lang niet altijd recht doen aan de weerbarstige werkelijkheid. Toch is de verleiding soms groot om ons fantastische modellenwerk blij te publiceren in Nature, Cell of Science en dan wat geforceerd af te sluiten met de stelling dat dit ontzettend belangrijk kan zijn voor de patiënt. En daarna, oorverdovend stil. Geen enkele vertaling naar de confronterende realiteit van alle dag. Dat is op zich niet erg, maar dan moet je ook niet claimen dat je het zo belangrijk vindt voor de patiënt. Dan moet er ook iets meer gebeuren dan dat. Dan, daar heb je ook weer die samenwerking voor nodig. Ik zie daarin ook kansen voor de patholoog die proactief is en op niveau is, die begrijpt waar het over gaat, om dergelijke bruggen te helpen bouwen tussen lab en patiënt. Ik wil dat graag illustreren aan de hand van 2 voorbeelden uit mijn eigen team. Het eerste komt van Lindy Visser. Zij vond dat bepaalde eiwitten in DASIS, het is zo net al even in de senaatskamer genoemd, voorspellen of iets als een borstkanker terug kan komen, ja of nee. Nu moeten we dat proberen te vertalen naar hoe we dit kunnen implementeren in de kliniek. Het tweede voorbeeld komt van Esther Lips, die in samenwerking met vele, vele anderen een test ontwikkelde om borstkankers te identificeren met een defect in het repareren van DNA-schade.
Dit defect blijkt heel goed als doelwit voor de behandeling gebruikt te kunnen worden om deze tumorcellen om zeep te helpen. En het is fantastisch dat we in dat opzicht ook op een afdeling zitten samen met Jos Jonkers en Sabine Lin en nog veel meer om dat daadwerkelijk in de praktijk te laten landen. Het mooie van dit tweede voorbeeld is ook dat het naadloos aansluit bij onderzoek dat gaande is op de gynaecologie, pathologie en de genetica van het LUMC. Waar dezelfde Achilleshiel heel effectief aangepakt kan worden, maar dan in baarmoederkanker. In dat alles is samenwerken binnen Nederland absoluut onvoldoende. Dan blijft het pielen in de polder zonder impact boven zeeniveau. En daarom vind ik het zo stimulerend dat we in de LORD-studie in Europa al testen of het veilig is slome desisafwijkingen niet te behandelen. Ik vind het geweldig dat KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon Nederland samen met de vertegenwoordigers van patiënten ons daarin zo steunen. Wat zou het prachtig zijn als inderdaad blijkt dat we vrouwen met die slome desisafwijkingen niet hoeven te behandelen. Ook is de steun van de EORTC en het Boogstudiecentrum daarin essentieel in. En het is, ik voel me ook in die samenwerkingen als een vis in het water. Er zit nog een prettige bijkomstigheid aan vast die ik nauwelijks durf te noemen omdat het over geld gaat. Want elke vrouw die niet behandeld hoeft te worden voor desis bespaart de gezondheidszorg zo'n 25.000 euro. Dat is een hele ruwe schatting, dat realiseer ik me. Maar dat zou betekenen dat in de LORD-studie alleen al een besparing opgeleverd zou kunnen worden van 15 miljoen euro. Onze pech is dat het gespaarde geld niet gebruikt kan worden voor het verder financieren van de trial. Het geld verdwijnt in een ander potje waar ik geen zicht op heb. Dat is toch wel een beetje verdrietig. Daarom roep ik het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de zorgverzekeraars en het Zorginstituut Nederland op om mogelijk te maken dit soort onderzoeken, ja, het bespaarde geld in de studie zelf te kunnen steken. Tot slot ben ik enorm vereerd dat ik leiding mag geven als het gaat om samenwerken. Leiding mag geven aan ons internationale Precision Team. Wereldwijd onderscheid leren maken tussen risicoloos en risicovol desis. Het is zo bijzonder dat wij voor dit initiatief de Grand Challenge Award 2017 hebben ontvangen van Cancer Research UK in samenwerking met KWF Kankerbestrijding. In Precision komt wat mij betreft mijn hele verhaal wel zo'n beetje samen. Inzoomen, uitzoomen en grenzeloos samenwerken. Inzoomen. Kijken naar de mutaties in het DNA, naar de functies van de eiwitten, naar de afweer, naar de functies die maken dat desis invasief kan worden of juist niet wordt. Uitzoomen. Kijken naar hoe vrouwen met desis dit ervaren als mogelijke kans op borstkanker. Hoe leren wij de kansen in perspectief te plaatsen en deze heel goed te communiceren, zonder dat we de risico's willen wegmoffelen of zonder dat we onszelf te bang willen maken. Grenzeloos samenwerken, succesvol internationaal samen optrekken. En een voorbeeld daarvan is dat wij de studies waarin we kijken of voor slome desis afwijkingen gewoon afwachten ook veilig is, wereldwijd deze studies te combineren. Dat is een enorme mijlpaal dat we dat hebben kunnen bereiken. Uiteindelijk is het daarin mijn ambitie dat we binnen 5 jaar ervoor zorgen dat overbehandeling van vrouwen met desis met tenminste 50% is afgenomen. Dat betekent dat wereldwijd 10.000 vrouwen per jaar gerust de operatie en bestraling voor desis kunnen missen als kiespijn. Wat mij betreft geen oorverdovende stilte dus, maar concreet voordeel voor velen. Zo biedt grensoverschrijdend samenwerken de kans om minder meer te laten zijn. Voor mijn dankwoord rond ik af. Ik wil dus dolgraag met mijn benoeming 3 stappen nemen om onnodige of niet effectieve behandeling van desis en borstkanker te voorkomen. Inzoomen om te begrijpen wie we moeten behandelen en zo ja, hoe dan. Uitzoomen door baten en lasten veel beter in perspectief te plaatsen. En grenzeloos samenwerken om wereldwijd echt het verschil te maken.
En daarvoor heb ik jullie als artsen, onderzoekers, fondsen en bovenal patiënten heel hard nodig. Want alleen met jullie hulp kunnen we ervoor zorgen dat minder echt meer is. Voor mij is dat geen eenzame missie. Nu niet, nooit niet. En daarvoor wil ik velen uit de grond van mijn hart bedanken. Allereerst dank aan God die het mij mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen doen. Elke dag in gezondheid is voor mij een geschenk en een kans om met vallen en opstaan het goede te doen. In het licht van die dankbaarheid wil ik vele anderen betrekken. Ik begin dan bij de raden van bestuur van het Nederlands Kankerinstituut Antonie van Leeuwenhoek en het Leids Universitair Medisch Centrum, als ook het curatorium. En ik noem daarbij met name professor Pankras Hogedoorn, professor Christie van Asperen, professor Vincent Smit, professor Gerrit Meijer en professor René Medema. Heel veel dank voor het in mij gestelde vertrouwen om mij te benoemen voor deze leerstoel. Veel dank ook aan de vele inspirerende leermeesters en voorbeelden. Met name wil ik Hans Vos, John Heelkens, Piet Borst, Philip Kluin. Zo blij dat je er toch nog bij kon zijn, Philip. Joris Grond, Hans Petersen, Mark van der Vijver en niet in het minst Pieter Wesseling noemen. Ik gun alle studenten hier zulke inspirerende, leuke, goede voorgangers. Ook hartelijk dank aan de afdeling pathologie van het LUMC en aan het team voor de borstkankerzorg in het LUMC en de regio. Ik zie uit naar een zeer constructief vervolg. Verder ben ik heel dankbaar voor de plek waar ik al jaren mag werken, het Nederlands Kankerinstituut Antonie van Leeuwenhoek. Topzorg met enorme betrokkenheid, altijd weer. Een team dat altijd het beste wil voor elke vrouw of man die zich aan onze zorg toevertrouwt. En daarnaast grensverleggend onderzoek. Met zoveel mogelijk impact voor de patiënt. De collega's en de ondersteunende diensten zijn er geweldig. Er is voortdurende uitdaging om creatief te zijn en kritisch te blijven op jezelf en anderen. Op inhoud, niet op de persoon. En dat werkt, in elk geval voor mij, elke dag weer. In het bijzonder op onze divisie moleculaire pathologie voel ik mij daarin als een vis in het water. De verdieping delend met de teams van Jos Jonkers, Marianka Smit, Sabine Lin, Jacob van Renen en Hugo Horlings. Het is spectaculair om te zien hoe we het beste in elkaar naar boven halen. Zonder jullie had mijn team niet zo'n vooruitgang kunnen boeken. En dan de afdeling waar ik als patholoog verder opgroeide en inmiddels tot meubilair ben gepromoveerd. Heel veel dank voor al jullie inzet, betrokkenheid, kunde en belangstelling. Ook heel veel dank aan Sabine de Groot, Esther Lips en Danielle Cohen voor de voorbereidingen voor deze dag. En heel veel dank aan jullie allemaal voor zoveel ruimte om de Grand Challenge echt aan te gaan. En voor de tijd die ik kreeg om deze dag voor te kunnen bereiden. Jullie massale aanwezigheid hier is echt genieten voor mij. Laten we door dik en dun een team zijn en blijven. I am very grateful to all my collaborators. Ik doe een heel klein stukje in Engels. I'm very grateful to all my collaborators worldwide. In particular, many thanks to Helen Davis, Alistair Thompson, Andrew Tutt. I feel so privileged to host you today. Many thanks as well to the patient representatives for your guidance and advice. I feel very honored to lead our Grand Challenge Precision team. Thank you so much for all your commitment and input. I am confident that our team will become stronger every day, paving the way to solve the DCIS dilemma. The LORD trial and the Grand Challenge Precision Initiative would not be possible without the generous support by KWF Dutch Cancer Society, Pink Ribbon and Cancer Research UK. Again, many thanks for putting so much trust in us. En dan wil ik mijn eigen onderzoeksgroep bedanken. Ook nu ben ik weer onder de indruk van jullie kunde, inzet en betrokkenheid. Jullie maken het verschil. Met name noem ik dan even Petra Christel en Esther Lips. Jullie zijn de vaste rotsen waar ik en vele anderen al jarenlang op kunnen bouwen. Ja, dan moet ik mijn excuses aanbieden voordat ik het altijd zo druk heb en chaotisch kan zijn. En ik wilde mee aan de slag.
En het instituut helpt me daarmee, want over 2 weken ga ik op leiderschapscursus. En dank ook aan de velen uit mijn persoonlijke kring voor jullie belangstelling, buurtschap, vriendschap, broer- en zusschap en tolerantie voor mijn eigenaardigheden. Het is echt een eer voor mij velen van jullie hier te zien. Veel dank ook aan mijn schoonfamilie voor alle belangstelling, gastvrijheid en hartelijkheid voor jullie aanwezigheid hier. Het is verdrietig dat Paul er niet is, maar we denken aan hem. Heb ik een slokje water bij nodig? Het is bijna afgelopen, Thomas. Ik ben mijn familie enorm dankbaar. Ik mocht zelf als jongste, te midden van 1 zus en nog 3 oudere broers... en later ook 3 schoonzussen, door liefhebbende ouders grootgebracht worden in vrijheid, vertrouwen, geloof, hoop en liefde. Fantastisch dat jullie hier zijn om dit met ons mee te vieren. Jullie betekenen heel veel voor mij. Papa en mama zijn nooit ver weg. Laatste alinea, de voorste rij, mijn gezin. Lieve Jesse, Lisa en Thomas, onze levens zijn op een hele bijzondere manier samengekomen. Jullie zijn wonderen in mijn bestaan. Ik geniet. Ik hoop jullie ook. Lieve creatieve Jesse, je leert mij dat simpele antwoorden op echte vragen niet bestaan. Lieve, scherpzinnige, prachtige Lisa. Moet ik kijken hoe je eruit ziet, joh. Fantastisch. Je leert mij dat ruimte geven ook wel kansen biedt. Too much information. Lieve sportieve Thomas, je leert mij dat pauzeren zin heeft. Lieve Ingrid. Tjoe, wat kan ik zeggen? Je bent zo eerlijk, betrouwbaar en prachtig. Voor mij een onmisbaar anker om niet op drift te raken. Jij hebt voor mij het nodige aan de kant gezet, qua verhuizingen en carrière. Bedankt voor zoveel meer dan dat ik je zeggen kan. Ik hou van je. Ik heb nog tissues over. Ik heb gezegd.